Hou je van het documenteren van je persoonlijke groei, dan is dit iets voor u. Het kan belangrijk zijn om op een gezonde manier je sociale media in een blog te maken. Je kunt je groeiproces documenteren en op die manier nieuwe contacten leggen. De bedoeling is niet dat je gedurende je genezingsproces gaat daten, maar wel dat je zo goed voor jezelf zorgt dat je geen tijd meer hebt voor mensen die je groei niet steunen. De nieuwe contacten zijn mensen die opbouwend met je omgaan. Deze sociale media dienen je te helpen bij je groei en je kennissenkring te helpen uitbreiden. Deze 5 punten van het zelfgenezingsgroeisysteem werken samen, eventueel aangevuld met het extra punt. Dat extra punt is voor mensen die graag online bezig zijn en dit nu op een meer productieve manier wensen te doen. Dit is een simpel groeisysteem. Met dit extra punt geef je ook waarde aan andere mensen die de kracht van zelfgenezing wensen te ervaren met de juiste werktuigen en zorg je voor je credibiliteit. Zoals in de disclaimer uitgelegd is er geen garantie dat het de resultaten zal geven zoals diegenen die je wenst. Dit zelfgenezingssysteem voor narcistisch misbruik werkt wel voor mij en voor veel duizenden anderen. Aan de manier hoe dit groeisysteem in mijn leven werkt kan het als voorbeeld helpen te begrijpen hoe het kan werken voor je. De reden waarom je deze simpele taken wenst te doen is omdat je het snel, zonder veel kosten, resultaat kan geven. Je hoeft je er ook niet voor te verplaatsen, en in principe heb je dit groeisysteem, of een gelijkaardig zoals NARP en Thrive, 24/7 bij de hand. Het is daarbij ook coronaproof. Natuurlijk is het belangrijk om regelmatig persoonlijk contact te onderhouden live met mensen die om je geven. Maar we hebben ook geleerd dat in combinatie we via video ook veel kunnen bereiken. Bij het correct en dagelijks gebruik van dit groeisysteem kun je snel innerlijk rust bekomen. Het is een geschenk als dit bij je het licht aansteekt en je hoop geeft.